wanneer heb jij dit boek? Wat is dat? Dit boek. Wat staat erop? Niks. Het staat eigenlijk alleen op dat het boek uit 1632 komt. Dat boek, dat ben ik al heel erg lang kwijt. Cool. Wat zou erin staan? Gij die deze vloek leidt, krijgt uiteindelijk toch wel spijt? Nee, niet doen! Niet doen! Nee! Nee, oh, waarom deed je dat? Oh. Ja? Die spreuk. Oh, ik had het boek nooit kwijt moeten raken. Die monsters blijven achter je aankomen en zodra ze je grijpen, dan... Het is al laat. Ik moet gaan, nee. Nou, dankjewel, Boek. Voor die spreuk van jou ben ik alles kwijt. Iedereen is weg ook. Psst. Psst. Hallo? Volg mij. Dit is juist de weg. Hoe kom je eigenlijk aan de koek? Ja, ik was bij mijn opa in de bibliotheek en hij zei dat hij het boek al heel lang kwijt was. Het is blijkbaar een spreukenboek. Ik had die spreuk blijkbaar uitgesproken. En nu weet ik helemaal niks meer. Echt, de schrijver is weg, iedereen... Oké, dan gaan we even een stukje doorlopen. Goeiedag, dit is een extra live uitzending vanuit het gebouw waar Lynn Polman al 3 dagen vermist wordt. We weten niet waar ze is gebleven. Heeft u haar toevallig ergens hier in de buurt gezien of iets vernomen van haar? Neem alsjeblieft contact met ons op. Einde nieuwsbericht. Wat doen jullie in mijn bar? We komen de vloek verbreken. Welke vloek? Vloek uit dit boek. Wel, dat boek, dat ken ik wel. Er komen hier maandelijks mensen om te proberen om deze vloek te verbreken. Nu jullie hier toch zijn, kan ik jullie een drankje aanbieden? Ja, doe maar. Waarom niet? Hoe ben je nou eigenlijk gekomen? Nou ja, eigenlijk heb ik hetzelfde als jij. Het boek gevonden en de spreuk opgelezen. En ook opgejaagd door het monster. En uiteindelijk werd dat me hier gebracht, hier gedreven. En toen kreeg ik een keuze. Of ik blijf hier. En ik blijf leven, maar moet hier altijd blijven. Of ik ga door en dan weet ik eigenlijk niet wat er gebeurt. Ja, ik ga niet mijn leven riskeren natuurlijk. Dus als je verder gaat en je wordt weer gezien door het monster, wat dan? Ja, dat weet niemand. We hebben ook nog niemand gehad die de vloek wist te verbreken. Zijn ze nog op zoek naar je dan? Dat weet niemand. Jongens, wat gebeurt er? Wat zit nou in voor kamer dan? Ja, dit is de kapiteinskamer. Alleen de kapitein is hier heel erg vaak, dus die moet maar snel gaan, denk ik. We moeten in deze kamer! Hey, ik hou me erbuiten, ja? De boek, hoe kom je eraan? Die heb ik van mijn opa uit de bibliotheek toevallig. En jij wil die vloek gaan verbreken? Ja? En jij denkt dat het kan? Ja? Ik ga het proberen, maar ik geef je nog een andere kans. Ik kan of doorlopen en proberen het te verbreken, maar er is echt nog nooit iemand gelukt. Of je geeft het boek aan mij en je blijft gewoon hier, voor altijd. Maar dan blijf je wel leven. Dat ga ik niet doen. Dus je wil het gaan proberen? Tuurlijk wil ik het proberen. Dan ga ik je helpen. Je gaat zo naar de kerk toe en daar is iemand die jou waarschijnlijk kan helpen. Volg dit pad en ga aan het einde rechts. Deze is echt niet bang, hè? Nee, zou dit degene zijn die de vloek zou kunnen verbreken? Laten we het gewoon hopen. Dat loopt altijd. Ja, dat is voor jou makkelijk zeggen, want jij hoeft alleen maar met je kapitein te spelen. Ja, kom op, je hebt net zo lang als ik hier. Dat is waar. Welke kant is op gegaan? Kom. Ze weten weg. Volg maar. God, zegen u. Hallo, ik ben hierheen gestuurd door de kapitein. Heeft u
je wat aangedaan? Kind, heeft u jou wat aangedaan? Ik wil alleen dit boek hebben. Gedoemd, zeg ik je, gedoemd! Je bent gedoemd! Oh, hier, neem mijn kruis. En ik zal voor u bidden. Ik zal voor u bidden. Dank u. Wat heb je daar? Een kruis gekregen van die Norma. Nou, ik denk dat hij ons wel gaat helpen. Oh, mooi zo. Het wordt alleen al wel laat. Maar moet ik het wel gaan doen? Kan dat wel, met het monster achter mij aan? Ja, dat gaat wel lekker doen. Oké. Yes, we zijn er. Kan ik je ergens mee helpen? Ja, we willen graag een kamer boeken. Kom verder. Dus jullie willen kamers? Ja, voor 2 personen, 1 nacht. Morgen zijn we weer weg. Ga even dan. Ja, 2 kamers. Nee, 1 kamer, 2 personen. Ik ga bellen. Ja, is goed. Ja. We mogen doorlopen. Loop jij vast mee. Ik moet even naar de kapitein. Ik ben wat vergeten. Ik zie je zo. Is goed. Dit is jullie kamer niet. Hier is een klein ongeluk gebeurd met de piccolo van een jaartje terug. Oh. Nou, daar praat u niet meer over. Hallo. Wie ben jij dan als ik vraag, man? Ik wil gewoon jouw boek. Dacht ik niet. Geef me dat boek, dan zijn we klaar hier. Kom. Welkom. Je hebt het gehaald. Ik ga daar nooit meer naar, echt nooit meer naar. Gij die deze vloed lijf, krijgt uiteindelijk toch wel spijt.